Dag jongens en meisjes, van Play-Doh gaan we vandaag deze leuke octopus maken. We gaan allemaal leuke kleivisjes maken. Kijk eens even, we zijn al begonnen bijna. Komen jullie snel kijken? Dan gaan we de doos uitpakken en lekker met Play-Doh spelen. Kom, we gaan beginnen. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer iets van Play-Doh. Ja, en ik dacht, de zomervakantie komt eraan en het lekkere weer. Hoe mooi is het als we iets met de zee gaan uitpakken en maken? Vandaag hebben we daarom deze leuke octopus en visjes. Zijn jullie er klaar voor om de doos open te maken? En jullie weten het, hè? Doe even een duimpje omhoog hier onderaan de video. Druk even op het duimpje omhoog. En ben je nou nieuw op dit kanaal? Of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken. Oké? Druk even op het rode knopje en dan ben je abonnee. Nou kom, we gaan snel beginnen. Zo, laten we eens even het plakbandje even losmaken. Oh ja, kijk even. Daar is die. Hey, Octo. Hey, wat is hij schattig. Kijk even hoeveel spulletjes erin liggen. Zijn hoedje van Play-Doh. Oh, wat leuk. Kijk even. Ah, hier kunnen we zo mooie dingetjes mee maken. Kijk even. Oh, er zit nog veel meer in. Kijk even. Oh, hey. Dit is leuk. Even kijken. De doos is leeg. Ja. En kijk eens even, ik had nog wat extra potjes Play-Doh gehaald laatst. Die komen nu goed van pas. Want dit doosje heb ik op Marktplaats gekocht. En daar zaten geen goede potjes Play-Doh meer bij. Maar kijk even. Zo. Oh, dit is leuk. Volgens mij moeten we beginnen met de octopus even in elkaar zetten. Kom eens even, Octo. Dit is toch leuk. Wauw, kijk even wat we mooi hebben. Een mooie schelp. En kijk even. Daar kunnen we een visje mee maken. Dat is leuk. En een schaar. Een kreeftenschaar. Haha, die is leuk. Dan hebben we hier allemaal mooie figuurtjes. Waar we leuke beestjes mee kunnen maken. Kijk even. Een klein octopusje. Een visje. Een schildpadje. Oh, wat leuk dit. Eens even kijken. Maar we hebben van deze tentakels. Laten we die eens even in elkaar zetten. Ah, kijk. Deze kunnen we straks bijvoorbeeld gebruiken als een mesje. Hé, hey, dat is handig. Oh, kijk even. Haha. Dat is handig. Zo. Het zijn gewoon allemaal gereedschapjes. Heel handig. Dan moeten we maar eens even de potjes Play-Doh erbij pakken. Natuurlijk. Kijk, hier hebben we mooie oranje Play-Doh. Rood, moet ik eigenlijk zeggen, rode Play-Doh. Even kijken, wat gaan we daarmee doen? Ik hou altijd van kleurtjes mengen. Hè? Moet je thuis niet altijd doen natuurlijk, hè, jongens en meisjes. Het is ook mooi om het apart te houden. Maar je weet het, de speelgoedmeneer heeft genoeg Play-Doh om ook te mengen. Blauw. Eens even kijken, ik zag hier iets leuks. Een slang. Volgens mij kunnen we ook een mooie slang maken. Zullen wij eens een gekleurde slang maken? Ik denk dat wij zijn hoofdje dan hierin moeten zetten. Hier Play-Doh bovenin, kijk even. En dan drukken we straks op het hoedje. En dan komt daar een slang uit. We beginnen met geel. Dan mooi rood. Gewoon blauw ertussen en dan nog een beetje rood. Zullen we dit maken zo? Dit is leuk. Ik draai het een beetje in elkaar zo. Oké. Let op. Doen we dat hier bovenin. Gaan we even een beetje drukken. Als dat allemaal past. Misschien heb ik al te veel hoor. Moet even kijken. Zo. Nou, dat gaat aardig. Zo. Oké. Doe maar. Kijk even, hier houden we het even bij. Ah, kijk, daar komt al iets uit. Ziet het daaronder? Het geel komt eruit. Dan pakken we het hoedje. En die gaan we hier bovenin doen.
Ik druk hem naar beneden en dan moeten jullie eens hieronder gaan kijken. Want daar hebben we dan zo het slangetje. Let op, ik druk een beetje alvast. Kijk, zien jullie dat? Ja, druk het nog een beetje. Dan gaan we het hoofdje erin drukken, want ik pak hem dan meteen mooi. Kijk even, let op, hè. De slang kijkt ook naar jullie, zien jullie? Kijk, kom maar slangetje. Wow. Oh, er komt veel geel uit. Oké, hou vast jongens en meisjes. Komt die? Wow, kijk even. Daar is die. Dan trekken we hem er even uit. Hij is een stuk geler geworden. Maar wel super grappig. Kijk nou toch jongens en meisjes. Een zeeslangetje. Hé, hey, is dat niet leuk? Dit is grappig. Hé, hey, dat is... Maar ik wil nog iets proberen. Want, kijk even. Kijk, er zit vast nog wel iets in. Zullen we eens even kijken? Ja, er zit nog een beetje onderin. Oké, ik weet het goed gemaakt. We gaan dit erin gooien. Let op. Zo. Doen we nog een beetje Play-Doh erbij. Een beetje rood. Zullen we een beetje rood erbij doen? Zo, doen we nog een beetje rood erin. Huppakee. En dan gaan we een leuk visje maken. Kijk, die schuiven we hier zo in. Gaan we nog een keer proberen, oké? Okay? Zijn jullie er klaar voor? Daar komt hij. Ik denk dat hij gaat komen. Ja, kijk even. Let op, jullie kijken naar het visje, hè? Kijk. Wow. Hé, hey, dat is leuk. Kijk nou toch. Oh, wat grappig. Laten we die er eens even afhalen. Kom eens even hier, visje. Oh, dit is leuk. Kijk even. Kijk even naar dit schattige visje. Hé. Hey. Dit is leuk, jongens en meisjes. Kijk nou toch. Wat een grappig visje. Wauw, dan hebben we al een slang. Een visje. Zullen we dit schildpadje ook eens even gaan doen? Kijk, er kwam nog wat meer uit. Die doen we even terug. Dan gaan we proberen het schildpadje te maken. Kijk, die schuiven we ook weer hierop zo. Huppakee. Oh ja, en aan het einde van deze video, jongens en meisjes, ga ik ook weer de groetjes doen aan heel veel kinderen. Dus blijf kijken, hè. Halen we het hoedje eraf. Lekker weer een mengelmoesje. Kijk, hier zit nog wat in. Doen we dit er weer in. Hoppakee. Doe maar. Oké, daar komt die jongens en meisjes. Kijk even. Ja hoor, daar is die. Tadaa. Kijk even wat leuk. Want, wat zien we hier nou? Kijk even, we zijn nog niet klaar. We moeten nog iets speciaals maken. Hier heb je zijn pootjes. Vier pootjes. En dit wordt zijn kopje. Maar dan moeten we even twee leuke oogjes opmaken. Zo. Dan pakken we even wat geel. Dan doen we twee hele kleine bolletjes. Zo. Oké. Zo. Oké. Kijk. Ja, dat is één. Zo. Even iets leuke snuitje zo. Oké. Dit is leuk. Zo. Nog een oogje. En zullen we ook een leuk mondje erop maken. Dat is ook leuk. Een rood mondje. Dat hij een beetje lacht. Dat is leuk, hè? Kijk even of we een beetje een lachend mondje erop kunnen maken. Kijk, zien jullie dat? Zo. Doe een beetje zo. Even lachen. Kijk. Hé, hey, kijk even. Is dit niet grappig? Doe een beetje plat maken zo. Huppakee. Hé, hey, kijk even jongens en meisjes. Het schildpadje. Die zetten we even hier neer. In dit schilpje konden wij een mooi visje maken. Zullen we dat eens even proberen? Dat wil ik wel even proberen. Zullen we een rode vis maken? Dat is leuk. We hebben nog genoeg rood. Schelp is ook rood, hè? En dan doen we daar een beetje een ander kleurtje bij. En ook van geel weer een oogje. Gaan we eens even kijken of ons dat gaat lukken. We hebben natuurlijk al zo vaak samen een leuke Play-Doh video gemaakt, hè jongens en meisjes. Zo, daar legt de oog in. Dan wil ik ook nog een klein beetje blauw doen. Dat vind ik ook wel leuk. Hier, pak ik een beetje hiervan. Dat doen we gewoon een beetje zo hierin. Gewoon zo, een klein beetje. Niet te veel. In het randje, dat is wel leuk. En dan gaan we de rode erin. Dit is spannend hoor, jongens en meisjes. Zo. De andere kant gaan we dicht doen met de vorige.
spannend. Even goed aandrukken. Even de zijkantjes zo weg, die randjes. Net. Oké. En met goed gedaan. Is het gelukt? Gaan we eens even kijken. Oh ja. Aan de andere kant had ik het oogje gemaakt. Gaan we eens even kijken of die lukt met het blauwe vingertje. Ik weet weer een bolletje, dat weten jullie. We gaan heel voorzichtig gaan drukken. Ja, daar is die. Oh, jongens en meisjes. Die is mooi gelukt. Wauw, hé. En ook leuk dat blauwe vinnetje daarboven. Zien jullie dat? Hé, hey, dit is leuk gelukt. Wauw. Leggen we even hier neer. Zullen we nog een visje maken, jongens en meisjes? Een geel visje. Gaan we een geel visje maken? En dan als we klaar zijn met het visje, ga ik de groetjes doen, oké? Okay? Gaan we nog één visje maken? Dat is leuk. Oké. Okay. Kijk, heb je hier blauwe oogjes al, een bolletje? Oh, voorzichtig. Kijk, daar is het blauwe oogje. Pakken we het gele bolletje. Die gaan we hier van stoppen. Oh, spannend. Ik hoop dat deze ook zo mooi wordt. Let op, vouw hem dicht. Even drukken. De randjes eraf. Kijk. Hé, hey, dit kunnen we al goed, hè? Jij helpt ook goed mee, hoor. Zo, dan maken we hem open. Oh, kijk even, ja. Het oogje is ook weer gelukt. Dan halen we dit er even om het weg. Kijk. Wauw, jongens en meisjes. Kijk even hoe leuk. Wat een mooie visjes hebben we gemaakt. Kijk even wat leuk. Oh, echt heel grappig dit. Moeten jullie even kijken. Het schildpadje. Dit grappige visje. Deze mooie visjes. Zo, leggen we even hier neer. De slang. Nou, jongens en meisjes. Wat hebben we dat weer mooi gemaakt, hè? Superleuk. Hey, vind je dit nou een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog, hè, hier onderaan de video. En dan is het nu tijd om de groetjes te doen, jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Rijan Rooijakkers van 3 jaar uit Tilburg. Isa Koenderink van 3 jaar uit Vroomschoop. En Isa is mega fan van de speelgoed, meneer. Nou, superleuk. Arjana en Zena Nassen van 4 en 2 jaar uit Den Bosch. En Arjana, jongens en meisjes, is afgelopen 1 juli 4 jaar geworden. Nog gefeliciteerd. Matthias van Zoelen van 20 uit Dennenhout. Hendrik van 5 jaar en zijn neefjes Matteo van 10 jaar en Milan van 7 jaar uit Leiden. Sarah van 5 jaar, Lotte van 2 jaar en Daan en Esmee van 1 jaar en ze zijn een tweeling uit Nootdorp. Owen van 5 jaar en Nora van 2 jaar uit Nijverdal. Lux van 2 jaar uit Tilburg. Rami van 4 jaar uit Frankrijk. Velan van 5 jaar uit Purmerend. Jonathan van 5 jaar uit Eindhoven. En jongens en meisjes, Jonathan vraagt: speelgoed meneer, wanneer ga je iets van Paw Patrol uitpakken? Nou Jonathan, dan heb ik goed nieuws. Misschien heb jij de video van afgelopen zaterdag al wel gezien. En daar pak ik iets uit van Paw Patrol. Onderaan deze video zet ik ook nog even de link voor de zekerheid. Jaël van 6 jaar en Isaiah van 3 jaar uit Rotterdam. Faco Lanen van 5 jaar uit Averbode, België. Isa Lustig van 4 jaar uit Amersfoort. En jongens en meisjes, Isa heeft ook een hele mooie tekening voor Sammy gemaakt. En die ga ik aanstaande zaterdag in de video laten zien. Xavi van 3 jaar uit Leiden. En Xavi is dol op dino's. Ik ga binnenkort weer een dino-video maken, goed idee. Joella van 10 jaar. En Jené van 3 jaar uit Amsterdam. Tara Jacobs van 6 jaar uit Kuik. En jongens en meisjes, 6 juli, ja dat was gisteren, is Tara 6 jaar geworden. Nog gefeliciteerd. Ashlyn van 4 jaar uit Purmerend. Siem uit Woubrugge. Brennen van 4 jaar. Figo uit Evergem, België. En jongens en meisjes, Figo wordt 8 juli, dat is morgen, 5 jaar. Alvast gefeliciteerd. Iva van 6 jaar. Anna van 8 jaar. En Rohan van 2 jaar uit Lunteren. Zané van Zanten van 3 jaar uit Rode. Tijn Molten uit Groningen. En Louis van 3 jaar uit Antwerpen.
Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan papa of mama of ze onderaan deze video via die link jouw naam willen invullen. En dan doe ik volgende week woensdag de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. En ben je nou nieuw hè, of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken hier onderaan op abonneren. Oké? Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!